ben ook met oudere mannen geweest en ik heb niet het idee dat een penis snel verouderd of zo. Nee. Ik ben blij met hoe mijn geslachtsdeel eruit ziet. Nou, dat zit zeker in de genen. Ik ook. Nou, hartstikke fijn. Ja. Oh. Oh, ja, ik ook. Ja. Sorry, ja. Ja. Ja? Ja? Mm-hmm. Are you happy with how you perceive it? Ja. Wat vind je het mooiste aan je geslachtsdeel? Ja. Ik denk gewoon een mooi tintje. Ja. Een mooi tintje? Ja. Oké. Weet ik veel. Samenleven. Ik weet het echt niet. Hij ziet er wel gewoon prima uit. Gewoon... Ik vind mijn clitoris wel mooi. Heb je er wel eens naar gekeken? Ja, tuurlijk. Jij niet? Ja, nou, niet dat ik elke dag even ga kijken van, hoe is het? Nee, niet elke dag, maar ik weet wel hoe het eruit ziet, ja. De omvang. Hele grootte. Ja. Nee, niks. Niet per se iets. Ik denk gewoon de dikte, alleen het is kut, want ik heb like een low-key curve. En dat vind ik irritant. Want like, als het straight was, zou ik in mijn oog gewoon een perfect dik hebben. Hoe ziet jouw geslachtsdeel eruit? Omschrijf het. Nou, ik weet dat je groot schaamte bent. Nee, Trina, jij moet die beantwoorden. Oh. Als een roosje. Als een mosseltje. Een mossel, godverdamme. Ja. Oeh, dat is veel. Zo. Ines! Nou, in de mine mutten. Hier zit de verkeerde eikel op. 10 pond. Dat is wel heel treurig hoor. Nou, het zit er mooi hier tussenin. Dit is wel heel genereus groot. En dit is dan weer net iets dunner, zeg maar. Even voor de beeldvorming. Als iemand hiermee naar binnen zou komen, dan zou die ook heel snel weer naar buiten gaan. Ja, ik denk dat het wel overeenkomt met deze. Nou, nou ja. Ja, die. En jij? Nou, ik denk vroeger die en nu die. Ongeveer, denk ik. Zoiets. Ik weet het niet zo goed, het is echt lastig. Ik denk een beetje tussen dit, denk ik. Ja, maar ook, ik vind het er heel raar uitzien. Ik weet ook niet wat dit is. Dat heb ik ook niet. Mijn zit wel gewoon dicht. Ja, maar het komt allemaal niet echt overeen. Ja, dan denk ik dit. De rest hangt allemaal wel heel erg naar buiten. Zo erg is het niet. En je bent er blij mee. Ja, en zeker. En er zijn er echt vrouwen die zich laten opereren. Omdat het allemaal niet klopt. Of dat ze vinden dat het er niet mooi uitziet. Dat wist ik helemaal niet. Maar er zijn echt vrouwen die daar gewoon... Ik weet het, ik zie genoeg, verschillende. Ik heb ze allemaal voorbij zien komen. Ja. En wat zou dan een vorm zijn waarvoor mensen zich laten opereren? Nou, ik heb het idee dat veel mensen wel dat met te lange schaamlippen, dat ze dat ook niet fijn vinden. Uiteindelijk denk ik, als je er gewoon seks mee kan hebben, dat je gewoon al heel blij bent. Want het werkt hetzelfde. Denk je dat het je bedpartner uitmaakt hoe je geslachtsdeel eruit ziet? Denk ik wel, eigenlijk. Toch wel? Ja, maar nou, vrouwen lijkt me dat minder een ding. Als die erg klein is, ja. Kan ik er niet zoveel mee. Maar dan maakt het niet zoveel uit hoe die eruit ziet, maar hoe die is. Hoe die is, ja. Ik denk dat als je jong bent, wil je hem zo groot mogelijk en zo dik mogelijk en zo. Dan moet alles tot in de puntjes kloppen en naar gelang je iets ouder wordt. Wordt dat verlanglijstje wat iets kleiner? Nou, ik denk wel in die zin dat het er verzorgd uitziet. Ja, dat denk ik. Ik denk ook. Dat wel belangrijk is. Ik zou wel denken voor andere mensen wel, maar ik ben altijd heel duidelijk. Je ziet wat je kreeg en dit is niks meer of niet minder. Of je had of niet. Mm-hmm. En als niet, dan dag. Ja. Toedeloo. Nou, als geslachtsdelen op borsten zijn, dan wel, denk ik. Ja. Ja? Dat denk ik wel, ja.
als mannen mij zien, weten ze niet per se wat voor geslachtsdeel ik heb. So, I mean, dit zijn vragen die ik vaak krijg, oké? Op Bumble of Tinder, dan vragen ze van, so, what you... En dan zodra ze zeggen tegen mij van, mag ik iets vragen? Dan zeg ik gewoon van, ja, ik heb het nog. Begrijp ik, ja. Ik denk dat het per persoon verschillend is. Voor mijn gevoel zijn vrouwen daar wel wat kritischer in dan mannen. Is het uiterlijk van je geslachtsdeel veranderd naarmate je ouder bent geworden? Nee. Ik ben ook met oudere mannen geweest en ik heb niet het idee dat een penis snel veroudert of zo. Nee. Niks? Nee. Ja. Is hij uitgezakt? Moet ik vertellen hoe? Nou, weet je, als je nu kinderen krijgt, wordt de boel aardig opgerekt. Niet alleen je buik, maar ook je vagina, schaamlippen. Ik ben gelukkig nooit ingeknipt, dus het scheelt weer. Ook niet echt ingescheurd. Zo soepel was het gelukkig wel. Maar je zal pech hebben en moet wel ingeknipt worden en gedaan. En zelfs een keizersnee. Dus je lichaam verandert. Ben je blij met hoe je geslachtsdeel functioneert? Ja, helemaal naar behoren, dus dat is perfect. Jij ook? Ja. Hangt de rosbief er goed bij? Nee, het functioneert gewoon goed. Ja, prima. Ja, ja. Ik heb er nooit problemen mee ervaren of wat dan ook. Dus ik denk dat die gewoon naar behoren functioneert. Dus niks te klagen. Ja, nee, daar ben ik wel tevreden over. Het is allemaal, volgens mij is dat allemaal wel goed. Hè? Ik denk nog wel dat ik nog wel meer erin kan leren in de zin van wat ik... nog meer kan voelen of zo. Nee, het is niet iets waar ik nou echt van wakker lig van, oh, dat kan ik niet. Dus dat hele zaakje beneden functioneert niet. Ja. Ja? Ja. Ja, jawel. Goed zo. Ja. All intact. Ja. Ja, het werkt allemaal. Doet wat je moet doen. Doet precies wat het moet. En perfect. Ja. Ik heb ook niet dat ik iemand ben die echt moeite heeft met orgasmes of zo. Gelukkig. Dat gaat heel soepel. Ik zou soms wel willen dat ik wat natter kan worden of zo hoor. Ik heb wel dat ik dan denk van, ik kan snel droog worden. Terwijl ik wel heel geil ben. Ja, moet ik meer drinken of zo? De komende 20 seconden mogen jullie zoveel mogelijk seksstandjes opnoemen. In 3, 2, 1, start. Doggy style, missionairs, houding, missionairs. Volgens mij spreek ik niet goed uit. 69. Cowgirl, sowieso heet dat. Reversed cowgirl. Geen idee wat het is, maar ik herken het wel ergens. Ik heb het gehoord. Ja, nou, dat is heel goed. Vond je dit een leuke video? Like het dan en laat een lief, leuk berichtje achter en deel het met je vrienden.